Kijk, er is een toename van griepgevallen. Dat is geconstateerd ook in de eerste lijn bij alle huisartsen. Er zijn rapportages vanuit de SCH en zo dat er heel veel personen met griepverschijnselen komen, ook kinderen. U moet weten dat griepverschijnselen veroorzaakt kunnen worden door meerdere virussen. Dus je hebt het influenza-virus, maar je hebt ook COVID-19. Nu heb je ook het RSV-virus, het respiratoire syncytieel virus is ook weer opgedoken. Die treft met name kinderen met hoge bovenste luchtweginfecties. Dus over de gele linie in de samenleving merken we inderdaad dat in december er meer griepgevallen gerapporteerd zijn. Zonder dat nog direct te koppelen aan COVID-19, omdat mensen ook veel minder testen wat COVID-19 betreft. In het ziekenhuis is er wel een beleid. Elke griepgeval op COVID-19 wordt getest, op indicatie natuurlijk. En ook bij de huisartsen kan er altijd op indicatie worden getest. Dus doordat heel weinig mensen eigenlijk testen, kunnen we niet constateren of kunnen we niet concluderen dat er een COVID-19 toename is. Internationaal merken we wel in de periode november-december een toename van bijna 50% van het aantal COVID-gevallen. En op dit moment, u weet, Omicron-variant was de laatste variant officieel vastgesteld. Maar er zijn op dit moment dus 5 subvarianten van interesse in onderzoek bij de WHO. Waarvan JN.1 de meest voorkomende is. Maar ook bij die is er een dalende trend te merken, met name in Amerika en Europa. Feit is wel, want er gaan een berichten rond dat er dodelijkere varianten nu zijn. Dat er geen verschijnselen zijn, maar je toch komt te overlijden. Dit is een fake bericht. Wat wel het geval is, is dat er een paar varianten onder interesse zijn. Dus van onderzoek, onderwerp van onderzoek. Maar die varianten zijn niet dodelijker of andere ziekmakender effecten, die ziekmakendere effecten hebben. Het advies van het Volksgezondheid is geweest. We hebben nog steeds als belangrijk advies de preventieve voorzorgsmaatregelen te treffen. Dus als u ziek bent en u wilt anderen beschermen of niet een last zijn voor anderen, dan zet u liever een mondkapje op. En als u niet ziek bent, maar u wilt zich toch beschermen, is het niet verkeerd om een mondkapje op te doen als u ergens gaat waar het druk is. Het is altijd een advies geweest. Het is niet meer een mondkapplicht. Die plicht is al lang afgeschaft. Het is dan wel een streng advies of een dringend advies voor het geval je ziek bent of als je jezelf wilt beschermen. Tweede is natuurlijk sanitizer. Je handen wassen met sanitizer of zeep. En afstand houden als het mogelijk is of als dat nodig is. En natuurlijk hebben we de duurzame bescherming die je kan krijgen via het vaccineren. Omdat uiteindelijk vaccinatie toch wel de belangrijkste tool is geworden. Het wapen is geworden tegen COVID-19. Wat dat betreft wil ik aangeven dat werkgevers, omdat ik ook bericht heb gezien van een paar bedrijven, werkgevers eigenlijk het advies misschien verkeerd interpreteren. Er is nergens een plicht. Mensen mogen niet ontzegd worden, de toegang zomaar tot gebouwen of tot locaties, op basis van een mondkapjesplicht, want die heerst niet. Dat zou in een presidentieel besluit moeten gelden. Maar op dit moment is het advies een mondkap bij ziekte of andere, maar het mag niet als een plicht worden gezien. Het is geen formeel besluit.